Welkom bij Weekly Workout 4! Waarin we 10 minuten gaan werken en 3 oefeningen doen. We beginnen met 5 burpees. Dan gaan we 10 tricep dips doen. Dat is ook waarom ik bij de bank sta. Dus pakken we een bank of een stoel erbij. En de laatste zijn 15 bridge dips. Dus we gaan beginnen. 5 burpees.
met Beast. Deze kennen jullie waarschijnlijk nog niet. Maar deze hebben wij met yoga met dames 1 geleerd. Die gaat zo, soort van op je armen, handen en knieën. Maar je knieën zijn los van de grond. Deze positie ga je volhouden. En dan als de tijd loopt, ga je beginnen met je rechterhand. Van de grond. Dan naar je linkerhand. Je rechterbeen. Hou je knieën laag aan de grond. Dan wissel je linkerbeen los. Volgende is rechts en links los. Wissel naar linkerhand en rechtervoet los. Na Beast komt de crab. Deze oefening ga je andersom. Hou je billen laag bij de grond. Handen naar achter. Gaan we beginnen met rechterhand los. En je linkerhand los. Rechtervoet. En je linkervoet. Oké, dan nu je rechtervoet en je linkerhand. En wissel je linkervoet en je rechterhand. En dan ben je klaar. Zo, ik ben nu al aardig moe. Maar we zijn aangekomen bij mijn favoriete deel, de cooling down. Dus laten we lekker gaan stretchen. En dan zijn we zo meteen klaar met de eerste workout. We beginnen eventjes in een diepe squat. Dus ik ga een beetje de Elise stretchen. Oké, nu ga je op je handen en je voeten staan en je zet zo meteen je rechtervoet aan de zijkant van je rechterhand, dus naar buiten. Ja, dan voel je het goed rekken en dan ga je nu proberen omhoog te kijken. Kijk je hand goed na. Zet je rechterhand weer neer en nu gaat je linkerhand omhoog. Dat is iets lastiger. Probeer je evenwicht te houden. En weer je andere hand. En terug naar links. Nog één keer allebei de kanten. En je zet je voet weer terug. En nu op links. En je gaat weer open draaien. De laatste twee keer. Oké. Gaan we nog eventjes een beetje de armen stretchen. Schouders. En de linkerarm. En het laatste wat je doet is je pak je handen achter je rug vast. En je gaat naar voren. Probeer zo ver mogelijk te komen. Dus goed, dus doet er overal pijn nu. Nou, dat was hem. De allereerste
weekly